Hallo kijkers en welkom terug bij een hele nieuwe aflevering van F1 2021 Time Trials hier op Dimens. Wij zijn teruggekeerd na een hele lange week. Vorige week hadden we natuurlijk niks, dan hadden we weer de Sims. Daarna hadden we de Grand Prix van Miami, waar blijkbaar heel wat andere YouTubers en content creators blijkbaar dus nog F1 2022 konden uitproberen in Miami. Wij konden dat helaas niet doen. En die week daarna hadden we ook weer een vrij weekend. Maar nu zijn we eindelijk in een double row aangekomen. Dat betekent dat we dus twee Grand Prix weekenden achter elkaar hebben. Dus eerst de Grand Prix van Spanje. En daarna de al zo leuke en mooie Grand Prix van Monaco, waar ik er al heel veel zin in heb. We gaan eerst even de Grand Prix van Spanje hebben. Barcelona. Dus ik zou zeggen, eigenlijk laten we kijken wat voor tijd we kunnen neerzetten. Dus ik zou zeggen, jongens, let's go! De Grand Prix van Spanje. Catalonia heeft een track distance van 4,6 kilometer lang. Daar heeft het ook natuurlijk twee DRS-zones. En op de tweede DRS-zone de speed trap. Ook heeft het een bochtencombinatie van 16 bochten, waarin bocht 10 heel hard en snel moet worden geremd. We gaan eerst even een rustig rondje maken hier op het circuit. Want ik moet zelf ook een beetje wennen, want ik moet nu zelf schakelen. Dus dat heb ik nu persoonlijk aanstaan. Dus we gaan een rustig rondje rijden. En sowieso het mooiste ronde wat je ooit kan zien was de Grand Prix van Spanje in 2016. Waar wij onze eigen wereldkampioen zijn eerste debuutrace hadden gehaald. Dus ja, weet je, dat is een leuke race natuurlijk. En dat hou je ook wel weer een beetje. Nou, de eerste twee bochten is een vrij snelle en lastige chicane eigenlijk. Waar je eigenlijk niet met 80 man er doorheen wil gaan. In ieder geval niet met het hele veld tegelijkertijd. Hier hadden we natuurlijk, hier op dit mooie stukje had je de twee Mercedes'en die uit de bocht vlogen. Die voor mij Hamilton op Rosberg iets wilden uitproberen. Dit ging niet heel mooi in 2016. Waardoor ze, ja, waardoor Max eigenlijk samen met Daniel Ricciardo toentertijd P1 en P2 stonden toentertijd. En zo hou je het een beetje rustig over de hele bocht. Het is een beetje chicane, een beetje slingeren. Vaak snelle bochten, dus ik zie de Red Bull hier wel sterk in zijn. Er zijn veel lange rechte stukken, ook wat snelle bochten. Dus ik ben benieuwd hoe Ferrari hierin gaat mengen eigenlijk. Ik zie dat hun wel in de laatste sector waar we op dit moment zijn ook wel wat sneller zijn. Wat namelijk de langzamere bochten zijn. Ook weer snelle bochten waarmee je weer op moet schakelen. Maar vooral langzaam bochten. Dus ik zou zeggen, jongens, we gaan een tijd proberen te kunnen neerzetten. Dus let's go. Oh, een chicaan niet heel netjes doorgemaakt. Maar het is ook een lastige chicaan. Blijkbaar heb ik hier dus al een persoonlijke best op staan. Dus we gaan kijken of we mijn persoonlijke best kunnen tegenhouden. Heel geconcentreerd zijn eerste rondje maken. Een 1.21.2. Best wel een hele nette tijd, maar ik denk dat we er nog wel wat rondes achteraan gaan knallen. Dus let's go. Ja, dit was weer een minder ronde zometeen. En af en toe merk ik eraan dat ik iets te snel doorschakel of te vroeg schakel. En dan hebben we een... Oké, ik ging iets te ver over de baan heen. Oké, let's go. Nog een ronde achteraan. Oh, ik heb het gevoel dat mijn achterbanden blokkeren bij die bocht. Oké,
Dan hebben we weer het hele lange rechterstuk. Tweede lange rechterstuk met DRS. Oh nee, dit is kut. Dit is kut, ja. Ja, dit was jammer. Ik zag hem iets te laat om iets te remmen. Zonde, maar betekent wel dat wij lekker door kunnen gassen. We gaan er even op pushen. Iets te veel door teruggeschakeld. Bij het bordje 100 juist gaan remmen, dus dan moet je ook goed kijken dat je daar wel gaat remmen. Iets slechter exit uit die bocht vandaan. En 1.20.5. Dat is een hele netjes. Dat is een betere. Oké, de allerlaatste ronde gaat nu in. Nee, baan verlaten, nee. Ik had een hele mooie ronde. De ronde was zo mooi. Oké. We hebben er nu mokerveel rondes op zitten. Met heel veel rondes dat we op een gegeven moment hetzelfde neuk is. Sommige laatste bochten, sowieso de laatste bochtencombinatie. Heel langzame. Helaas, we hebben op dit moment nu een tijd van 1.20 staan. Ik ben er redelijk blij mee. Ik zou zeggen, ik daag jullie allemaal uit voor deze ronde. Wie mijn tijd kan gaan verbeteren. Ik denk dat het niet zo heel moeilijk is. Maar ik heb me lopen struggelen op deze baan. Van hier het ook. Ik denk van nou weet je, het gaat een makkelijke baan worden. Helaas dus niet. Ik ga kijken wat we de volgende aflevering gaan doen. Dan gaan we natuurlijk naar Monaco toe. Monaco gaat ook weer een lastige baan worden voor mijzelf. En we gaan gewoon kijken wat we gaan doen. We gaan gewoon kijken wat de snelste tijd is. Wat mogelijk is. Dus ik zou eigenlijk zeggen, vonden deze leuk? Dan blijf dat ik mogen. Wil je meer abonneren, live muziek weer de volgende keer. In de volgende aflevering van Formule 1 F1 2021 gaan we weer door. Gaan we naar Monaco toe. Dus jongens, ik zie jullie tot dan. En houdoe.